Goeiedag. Ik ben even opnieuw begonnen, Joost. Dus we gaan weer dat hele stukje acteren. Een hele goeiedag. We gaan spelen in de Eredivisie. Met onze favoriete club, de Graafschap. En dit doen we om een Kickstarter-project te beginnen voor Joost die geen FIFA 16 kan betalen. We willen allemaal een steentje bijdragen, dus daarom hebben wij de Graafschap. Daarom hebben wij de Graafschap gevraagd. Hey, het is beginnen. We noemen het is 47 euro bij de Intertoys. Ja, daar heb ik het ook gekocht. Kickstarter Joost Wild FIFA, zo noemen we het. We gingen gewoon even op de fiets even naar de Intertoys. Nee, we waren vandaag in de stad. Toen gingen, kijk de Intertoys. Ja, en mijn zusje mocht het hebben, dus zei ik wel, ja, dat wil ik ook wel. Oké. Oh, we hebben een wedstrijd gesimuleerd, denk ik. We gaan. Hoe begin je een wedstrijd? Ik ben wedstrijd spelen. Uit tegen Heracles. Oh, dat is een echte. Yo, heb je een goede speler? Nee, maar ik ben wel aan het opnemen, dus doei. Want doe die kutdeur eens dicht als je wil. Doe even die deur dicht. Dank je. Pak aan. Dus we gaan weer verder met de basis van het spel voor de Kickstarter van Joost. Als we dit seizoen winnen, dan is het een wonder, want we spelen met de Graafschap. Oh, dit moet rennen. Ik moet rennen. Oh, pak hem. Oh, sliding is J, man. Nee, het is S. Tackle is... Sliding is... tackle is S. Nee, J. Kijk, je kunt zien in de opnames. Ik haal ze allemaal neer. Jouw gezicht. Ik heb ze gewoon neergehaald. Oké, nee, we gaan beginnen met het spel. We gaan deze wedstrijd... Ik heb goed vertrouwen in. We spelen tegen Heracles. Met deze formatie stapt Heracles allemaal over het veld. Die heeft vorig jaar landskampioen. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Ik bedoel, als Heracles geen kampioen wordt, wie wordt er dan? Heeft zijn mannetje afgeschud. Wat wordt de volgende zet? Wordt dit wat? Knap afgewerkt. Ik heb bijna gescoord. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Voor elk goal vraag ik 1 euro. Ja, maar we komen er nooit, hè. Nee, elk goal kost 10 euro, dus als jullie 10 euro willen doneren goed, per goal, door de keeper. Dan heb ik geld. Nee, ik maak wel even gauw 57 goals. Ja, doe ik altijd. Ik ga eigenlijk voor de 69. Breukers. Ja, ik weet niet, vind ik gewoon een mooi getal. Ja, dat is een... En de keeper een, heeft hem klem vast. Waarvan je denkt, zo, dat is een lekker getalletje. Ja. Dat is wel een... Dan heb je zeg maar 69.000 euro, dat is wel... Ja, dat is wel... Wanneer... Dat is toch gewoon iets met 69? Ja, en nu? Kan je wel wat meer verkopen? Het liefst zou ik 60,6 goals maken. Want er wel keer 10, dan zou dat betekenen dat ik 666 euro goed heb. Goed gepakt, keeper. 10 euro. Dit gaat goed. Sorry dat jullie mijn paarden gaan hijgen. Dat staat gewoon machteloos. Dat was gruwelijk mooi. Ja. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt. Dus en als je geld hebt, of je hebt het niet, doneer pak het nu. Dan gewoon voor je ouders als je het niet hebt. Gewoon even een creditcard pakken. Ja, en nu? Oh, bijna gescoord. Het is dat je niet kan meekijken, anders had je echt gejankt. Zet gewoon even, bel gewoon even op dingen. Hoe heet dat ene ding? Op Skype. Ja. Hoe bellen wij nu dan? Met dan mijn mobiel. Filmen. Ja. Ik ben al aan het filmen met mijn mobiel voor YouTube. Ondanks de rust, oh, ja, komt er nu toch een einde aan de aanval. Dan zou het wel bar goede kwaliteit zijn. Echt super goeie. Kwaliteit. No lag. 4K. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren?
Gaat hij voor het schot of probeert hij nog veel meer ruimte te creëren? Wat jij het, Joost? Pardon? Ja, ja en nu? Oh! Oh! Ik heb gescoord! Nou, ik verwacht dat er zo'n 500 mensen kijken, dus de eerste 500.000 euro is binnen. Nou, bedankt voor het kijken van deze serie. We kunnen FIFA 16 kopen. Oh, ja. In het spelbeeld komt deze treffer niet als een verrassing, maar toch verloopt de wedstrijd nee, anders dan FIFA, ik had FIFA, EA, als je het kijkt, deze ploeg geef elkaar geld. Niet veel, dus je zou niet zo'n egoïstisch verkeer verwachten. Ja, of geef gewoon toch FIFA 16. Één ploeg die aanspraak ja, maakt. En heb ik wel andere spelletjes. Maar wel heel veel FIFA punten erbij, alsjeblieft. Want dan kunnen FIFA we gaan die zelf op, geeft hij hem af. Oh, is het zo'n spel waarvan je van echt geld moet betalen, omdat je anders niet verder kan. Ja, weet je, je kan ook gewoon singleplayer doen, maar je kan ook multiplayer doen. Weet je wat het is? Op multiplayer kan ik niet winnen. Hij redt het halve veld dus, over. Kijk, in singleplayer zet ik hem gewoon op amateur, dan kan ik mooi winnen. Dan denkt iedereen dat ik goed ben. Ja. Hier, kijk, zoals nu loop ik gewoon met de verdediging naar het begin. En dan denk ik van, ja en nu? Cats. Oh! Ze mogen een hoek. Hier, ja, weet je wat het is? Het scheelt ook wel dat ik natuurlijk de graafschap ben. Ik bedoel, ben je natuurlijk al OP als je de graafschap bent. Ja, toen zijn goeie dat is voetbalspelen. Plederis. Op FC Groningen na. De beste spelers die er zijn. Dus. Ik vind ook vooral dat ze mooie gras hebben hier. Pelopessi. Het gras is altijd groener. Bij de graafschap. Ja, en nu? Oh, ik paste hem gewoon erin, man! Oh, nee, ik zag hem. 2-0. Spel geen doelpunt dus. 2-0. Hier is de herhaling, jullie. Kijk kijken naar nieuwe FIFA. Ja, hier is goed te zien dat de grensrechter gelijk had. Nee, hou je back. Geteld werd. Oh, hij telde niet, Joost. Ik was over de lijn. Technisch heel knap aangenomen. Ja, kut, dus. Ik vind wel dat hij telt. Het is allemaal 10 euro meer. Nee, joh. Weet je, al die miljoenen kijkers en allemaal 10 euro, dat vind ik gewoon soms een beetje... Ze mogen ik vind gooien. Het gewoon te weinig, ik vind het gewoon niet waard. Dan liever geen geld, weet je wel. Zomaar maar miljoen kijkers gegeven. Zijn, dan, geen, dan maar geen geld. Dan maar geen geld. We gaan voor dat balletje, hoor. Ja, dat is, die moet je gewoon... Dit is... Naar de andere kant. Dit is Bertha Smeets. Nou ja, Basemeets. Ja, ik die vind kennen het een Bertha. Hij schiet de bal naar voren, het gevaar ik is weet weg. Weet niet wat jij ervan vindt. Boeit me vrij. FIFA punten kopen. Ga naar coinsfivakoop.nl. Gebruik de code Joost voor 10% extra betaling. Coinsfivakoop. Die bestaat echt. Ja. Die sponsort het dan al die YouTubers. Waar staat de dinges, de PC? Ja, wat is dit, man? Waarom voor een YouTube? Oh, wacht, is de eerste helft afgemaakt. Winkel. Koop even FIFA-punten voor mij. 50.000 FIFA-coins. Wel voor 16, hè? FIFA 14, wacht. Welke moet ik kopen? Voor FIFA 16. Wat voor spektakel zijn er, is het, je kan, de helft ontbrengen? Begin al. Je kan hier, er zijn alleen tot 14. En hier is 15. Ja, en hier is weer 14. Hier is weer 14. Pelopessi. Kunnen zelf moeten plegen. Xbox 360, zet geen PC. Plederis. Wauw, weet je hoe duur het bij de FIFA 16 is? Prachtig balletje hoor op zijn medespeler. Zal een paupertje duur zijn. 60 euro, wacht, 60 euro. Voor 50.000 van die punten. Voor FIFA 16, voor de Xbox 360. En dan bij FIFA 14 voor de Xbox 360 kan je er voor 2 euro 50.000 hebben. Ja, weet je wat het is? Je hebt FIFA punten en daarmee kun je alleen maar packs openen. Wat heb je daar nou weer aan? En je hebt ook FIFA coins, daarmee kun je ook transfers kopen. Deze speler verdient lof voor zijn overtreding. Bij 15 was het dat je die coins kon kopen. Daar krijg je geld voor. Het uit te tellen, het kost gewoon 120 euro echt geld om een virtuele Messi te kopen. Ja, wie wil dat nou niet? Ja! Ik bedoel, ik ken dat ene spel Train Simulator. Ja. Als je alles van dat spel wil hebben, moet je 2.500 euro's neerleggen. Ja, ik bedoel, wie wil dat nou niet? Wie wil nou niet een trein besturen? Ja, maar daar heb je ook echt iets van. Dan heb je wel echt 10 treinen, terwijl er ook maar één tegelijk kan besturen. Maar daar heb je het al, je de trainer haalt hem naar de kant. Moet je hem zien, jongen. Ja, die heeft duidelijk een baaldag, Evert.
Als jij dat doet, fluiten hem uit, moet je horen. Als ik hem was, zou ik deze wedstrijd. En de ken je dat Sims 3 is, heel, is niet echt een heel populair spelletje. €600 voor alles. Ja, ik, ja. Ik heb wel de Sims 4, dus als jullie de Sims 4 willen zien, dan moet je echt gemel houden. Ja, maar gemel. Dan moet je gewoon. Gaan jongens, we gaan voor het tackeltje. Elk tackeltje is €30 doen. Daarna neer, nee. Dat je het weet. Anders gaat de video niet verder. Ja, anders moet je er even zelf pauze zetten. Ja, gewoon eens wat geld in de dingen zetten dan. We komen nu op een. Oh, ik tackle hem mooi. Hij gaat meteen op de grond liggen janken. Hij denkt, oh, ah, je doet het of ik janken. Bal gaat uit en dus een doeltrap. Oh, wacht, dat is mijn eigen kop. Eventjes gewacht, maar hij fluit toch voor die overtreding. Ja, ja. En hij trekt een kaart. Ja, gele kaart. En nu moet hij spelen. Gele kaart? Oh nee, maar dat kun je hem tackelen. Waarom dat? De leiding was niet volgens de regels. Tegenstander van de bal te geleiden. Hij maakt daar nodig. Dit nou erover. Ik ga de scheidsrechter neerhalen. Je gaat er toch 1-0 voor. Ik ga nog voor 1 goaltje. Maak hem wel even gauw, jongens. Hier, ik ga niet eens rennen, man. Ik ga er gewoon naartoe wandelen. Oei, Jukes. Als je ziet hoe ik nu aan het spelen ben, denk je echt van, wat is dat voor staatsmoel? Hier, paasje ertussendoor. Paasie! Oh. Lekker paasje. Oh! Oei. Oei. Schilde. Hey. Hij wilde scoren. De keeper mag trappen. De keeper mag hem trappen. De coach heeft nu een andere tactiek bedacht. En terecht zou je denken. Want zijn ploeg stond achter. En dan moet je wat doen. Hier, ik rende gewoon langs op, man. Met die ja, gewoon zonder moeite. Dit is Nico Wil. Hij wil graag scoren. Ja, oh! Die bal gaat achter, dat wordt een corner. Dat was gewoon te zacht. Oh, lekker cornertje. Ik heb een cornertje pakken. Dat heb ik al. Tactiek spelsimulatie. Naar de eerste paal rennen. Elke keer even je hand opsteken, als een echte staatsman. Hier, Cats, pak aanraak. Oei, wat doe jij, man? Je vliegt. Ja, en nu? Doelpunt. Oh, vol erin. Pak aan. Pak aan. Smeer je in. Smeer je in. Ja hoor, ze duiken allemaal op elkaar, stelletje homo's. Ik denk dat er geen twijfel meer over is wie je vandaag gaat winnen. Hij stond precies op de goede plek en hij schiet hem er van dichtbij in. Jongens, als het 1 minuut voor tijd is, ga ik de video afsluiten voor de spanning. Dan denk ik, oh, wie gaat er winnen? Is dat 2-0? Wie gaat er winnen? Hè? Wie gaat er winnen? We hebben nog 8 minuten. Bakken. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Wat is dit nou? Mag je niet eens met tackle in het voetbal tegenwoordig? Lekker combinatiespel. En hij wordt nu aangevallen. Neus en kin. Beetje. Joost, je kan ook gewoon een keer met mij zitten spelen. Ja, en nu? Nou. Zo, die ging maar net naast. Ja, oei, maar dat die ging me net naast, zoals de commentator al zei. Die ging me net naast. En schiet ver naar oh, net mist. Ah, paar. Ja, weet je wat dit is? Het is nog maar een paar seconden. Ik ga gewoon een. De bal pakken. Gewoon al te vier. Pak de bal. Schiet hem uit de goal. Ik ga gewoon de bal pakken en ik ga gewoon rondjes rennen. Ik ga gewoon rondjes rennen. Oh. Dan pak gewoon die bal op en schiet hem uit het stadion en nog wegrennen. Ja. Weet je, pak aan. Ik pak die bal gewoon op en ik ga er gewoon mee wegrennen. Dat zou ik echt zo mooi vinden als ze gewoon ja, FC Barcelona versus Turkije is. Ja, de Turkije. Bal goed voorgegeven. Oh nee, ze gaan nog scoren ook. Aso's, Aso's. En hij dat was een overtreding. Scheidsrechter geeft een vrije trap. En misschien nee, een vrije trap voor mijn goaltje. Oh. Oh nee. Oh, hij is voor mij, laat maar. Ik ga gewoon naar hem toe passen. Ik ga gewoon lekker passen. Oh, de wedstrijd is voorbij. De wedstrijd is voorbij. De eerste overwinning is binnen en de toon voor dit seizoen de eerste overwinning is binnen. De toon voor dit seizoen is gezet. Als je dit echt vasthoudt, wordt je sowieso landskampioen.
Jongens, jullie zijn echt de diehard De Graafschap fans. Super bedankt. Voor weer een nieuwe aflevering. Geef even geld. Met De Graafschap. Laat geen duimpje omhoog achter. Deel hem niet met je vrienden. Geef ons wel geld. Tenzij jouw vrienden geld hebben, stuur ze dan wel door. Geld. Het is gewoon belangrijk. Het is gewoon zo belangrijk dat De Graafschap wint. En Joost gewoon kan helpen. Ja. Help Joost. Joost, doe even een zielig verhaaltje. Zeg dat je een moeilijke jeugd hebt gehad, dat werkt altijd. Eigenlijk niet. Zeg dat je probleemkind bent, zeg maar. Zeg gewoon, ik ben probleemkind, dan stop ik de video. Nee. Joost zit op een autistenschool. Hij is heel zielig. Help ons, ja, jongens. Ja, geef me geld. Help ons met een donatie van minimaal 50 euro, de man. Hey jongens, doei. Doei! Doei.